Het dierendebat is inmiddels afgelopen. Hoe was het om hier aan mee te doen? Het is ontzettend leuk om aan zo'n debat mee te doen. Omdat je toch weer even weer wordt uitgenodigd om goed na te denken over ja, hoe kijken we zelf tegen het dier. Je doet wel heel veel in je kamerwerk ook voor de dieren. Het allerbelangrijkste eigenlijk van de afgelopen jaren is toch dat wij als D66 actief hebben meegedacht met het amendement Vestering. Ik ben er niet onder gaan staan, je wilt geen slapende honden wakker maken. En dat is wel echt een grote verandering geweest, omdat nu de stallen echt moeten worden aangepast aan de behoeften van het dier. En op die manier kun je echt komen tot een dierwaardige veehouderij. En dat is een hele belangrijke geweest in de afgelopen jaren. Ja. Dat is natuurlijk winst. Tegelijkertijd is er ook nog een wereld aan winst te behalen. Ik heb wel het idee dat de partijen best wel op één lijn lagen. Ja, dat is natuurlijk... Geen partij zal zeggen, ik ben tegen dierenwelzijn. Je moet het alleen wel concreet maken. En dan zie je toch dat als het consequenties heeft, soms bij sommige partijen voor de boer of nou ja, voor de visser, dat het toch wat moeilijker wordt om dan ook echt ermee in te stemmen. En aan de andere kant heb je soms ook partijen die ja, wel ongelooflijk prachtig dierenverhaal hebben. Maar je zult uiteindelijk ook moeten samenwerken om te zorgen dat je je idealen verwezenlijkt. Zo gaat dat in Nederland. En soms moet je dan weer een klein beetje water bij de wijn doen. In hoeverre helpt zo'n debat dan dat je alvast een beetje hebt kunnen aftasten waar zouden eventueel de compromissen kunnen liggen? Nou ja, ik probeerde al als het gaat om de wolf al een beetje tot zaken te komen. Om te kijken van nou ja, we kunnen die boeren een beetje helpen om zijn vee beter te beschermen. Is toch zijn plicht. Maar dan moet je tegelijkertijd natuurlijk ook niet op de blaren zitten op het moment dat je je vee niet hebt beschermd. En er komt een keer een wolf langs. Ja.